De 68-jarige Rinia Chitani uit Buitenveldert wordt op eerste paasdag uit het niets mishandeld en verkracht. Ze belandt in het ziekenhuis. Haar familie herkent haar door de verwondingen niet meer terug. Ze vertelde dat ze mishandeld was, dat ze in elkaar geslagen was. De botten in het gezicht die waren gebroken, de ribben waren gebroken en ze had een heel groot hersenletsel. Daardoor overlijdt ze. Een 20-jarige statushouder wordt opgepakt en stond vandaag voor het eerst voor de rechter. Zijn motief is onduidelijk. Hij lijkt een willekeurig slachtoffer te hebben gekozen. Veel buurtbewoners kwamen op de zitting af. Verbijsterd. Ik ben gewoon verbijsterd. De man komt lachend binnen. De verdachte toont inderdaad weinig berouw. Volgens zijn advocaat verkeerde de man mogelijk in een psychose tijdens het incident. Hij bedreigde ook nog eens een andere buurtbewoner. Door hem te zeggen: Ik zie je wel daar op die tweede verdieping met je lichtje. Ik kom naar je toe en ik maak je dood. Eerder werd de man al een jaar behandeld bij Arkin, een kliniek voor geestelijke gezondheidszorg. De rechtbank oordeelde vandaag dat hij verder onderzocht moet worden. Toen de rechter hem vroeg wat hij daarvan vond, reageerde hij: Mag ik pauze? Ik wil graag roken. De bewoners voelen zich sinds het incident niet meer veilig in de buurt. Het besluit van de gemeente dat er een 24-uursopvang voor ongedocumenteerden in de buurt komt, doet dat gevoel niet ten goede. Ze vrezen voor meer mensen met psychische problemen. Ja, denk ik dan. Die moeten toch dan doorgrond worden? Je kan ze toch niet zomaar in Wildeweg gewoon zomaar plaatsen? Dat kan toch niet? Dan is het net of je al een Pieterbaancentrum hebt in een winkelcentrum. Dat vind ik. De rechtszaak wordt op 19 september vervolgd.